waarom ik ontzettend blij ben. En dat is ook de reden waarom ik die film vooral heb gemaakt. Dat is omdat ik vind dat er ontzettend veel bewustzijn moet komen. Bij jullie. Want jullie zijn na vandaag, voor zover dat dan niet was, al ambassadeur van het gebied geworden. Maar vooral ook bij jonge mensen. Ik heb 4 weken geleden mocht ik op de stoel van Matthijs van Nieuwkerk gaan zitten. Bij de Wereld Draait Door. Ik mocht de laatste 10, 12 minuten van het programma gaan vullen. Wat voor mij gigantisch spannend was. Ik doe wel vaak televisiewerk, maar dat was voor mij natuurlijk wel. Was al helemaal boppie de dagen ervoor. Daar kom er ook nog wel even bij. Maar goed, ik mocht daar in die setting met kinderen. En ik ging met kinderen praten over de toekomst en over klimaatsverandering. En ze hadden mij uitgenodigd, omdat ik veel ervaring in het onderwijs heb. Maar ook omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen dat verhaal kennen. Nou, we zaten daar aan de tafel, er was eigenlijk niks voorbereid. En die kinderen die mochten mij vragen stellen over klimaatsverandering. Ik liet ze beelden zien van het Waddengebied. Want dat is iets wat mensen niet beseffen. Maar dat is op dit moment het meest kwetsbare gebied van misschien wel de wereld. Afgezien van allerlei plekken in Bangladesh. Waar mensen natuurlijk het ongelooflijk zwaar hebben. Over overstromingsgevaar. En natuurlijk allerlei droogte perikelen in Zuid-Afrika. Er zijn bosbranden in Californië. Maar als je het over natuur hebt. En wat het meest dichtbij komt. En waarvan er nog maar een paar van zijn. Dan is het Waddengebied op dit moment het meest kwetsbaar. Dus ik ben met die kinderen in gesprek daar in die studio. En ze stellen me allerlei vragen. En ik laat ze allerlei dingen zien. En op dat moment realiseer ik me eigenlijk meer dan ooit. Dat die generatie kinderen, waarvan er ook een paar nu in de zaal zitten. Het misschien niet eens meer kan zien. Zo hard gaat het. Ik ben afgelopen donderdag was ik bij de inaugurele reden. De inauguratie noem je dat. Het praatje van iemand die professor wordt. In gewoon Nederland. Van Katja Vielpaar in Utrecht. En die liet de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van klimaat. En dan met name op het gebied van waterstijging. De nieuwste scenario's zijn dat in 2050 het wat bij Vlieland al verdwenen is. Besef je dat? Heel veel mensen weten dat niet. Iedereen denkt het loopt zo hard niet. Het gaat niet zo hard. Wat is nou 1 millimeter water? Wat maakt dat nou uit? Nou, heel veel. Het verschil tussen leven en dood. Het verschil tussen wel of geen Waddengebied. Die paar centimeter, millimeter, bepaalt of er een kokkel kan leven. Of die bij laag water droog komt te liggen of niet. Het bepaalt of er garnalen kunnen zitten of er kiezelwieren kunnen groeien. En het bepaalt ook of er 1 miljoen kanoetstrandlopers vanuit Siberië kunnen overleven hier of niet. Als de Waddengebied er niet meer zijn, dan denk ik dat die kanoetstrandlopers hier niet meer langs kunnen. Niet kunnen aanvetten, hun energie kunnen pakken en verder kunnen naar Afrika. Sommigen zelfs naar Nieuw-Zeeland. Besef je dat dat nu al speelt? Besef je dat we aan de vooravond staan van iets heel groots, ja, toch wel catastrofaals? Kan ik niet anders zeggen. Het enige wat we nu kunnen doen, en dat roep ik iedereen op, en daarom zijn die kinderen ook zo belangrijk, want daar ben ik heel erg met mijn gedachten de laatste tijd. Ik heb ook 3 kinderen. Ik heb er 1 van 12, 1 van 9 en 1 van 1. Dat zeg ik altijd bij dezelfde vrouw. Ja, ik heb ook van die fronsen. Maar dat is gewoon, dat gebeurde ook nog even tijdens de film. Dat doen we er gewoon nog even bij. Maar het meest essentieel is dat we ons moeten beseffen dat Waddengebied het meest kwetsbare gebied is wat er op dit moment is. 1 centimeter, nee, je weet nu het verhaal. 1 centimeter stijging, een verandering van wind, een bodemdaling, wat op dit moment heel veel speelt. Die combinatie van de zeespiegel die stijgt door de afsmelting van de kappen. In combinatie met het zakken van de grond, doordat er nog steeds heel erg veel. Spijt me om te zeggen, maar het wordt geen heel depressief verhaal, maar ik wil wel dat je in de werkelijkheid hoort. Nog heel veel economische grondstoffen worden gewonnen. Zand, zout en vooral gaswinning gaat gewoon door. In het enige werelderfgoed natuurgebied dat wij hebben. Onze regering is op dit moment in staat om in dat werelderfgoedgebied gewoon door te gaan met dat soort ontwikkelingen. Terwijl ze weten dat het fout gaat. Dus ik ben met die film, hè, nog even terug, waarom doe je dingen? Nou, ik wil het verhaal vertellen, ik wil mensen meenemen, ik wil ook jongeren inspireren. We hebben nu een momentum om nog iets te kunnen doen. Ik zeg niet dat het Vlielander wat gaat gered worden. Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat er een moment kan komen dat we van deze situatie kunnen leren. En misschien dat we dan op de lange termijn ja, toch nog wel iets aan die wadden zoals ze nu zijn kunnen doen.